Het is het mooiste, het meest vrouwelijke instrument in het orkest. En het brandt het langste al. Het brandt het langste. Ja. Het heeft een mooie diepe klank. En het is buitengewoon geschikt voor reclamedoeleinden. Kijk maar. Dat is nog eens exposure, hè? Ja, dat is nog eens wat. Prachtig. Ik ben voorzitter van die stichting Vrienden van Bellitoni, genaamd het Fonds Alexandru Lascai. We gaan erover praten hier aan tafel. Kom maar. Oké. Okay. Welkom in Grand Hotel Gooiland in Hilversum. We zijn nu verbannen wegens grote drukte intern naar de filmzaal. Dit is de 13e aflevering in het 3e seizoen van de Tafel van. En u hebt begrepen, we spreken met een contrabassist. Maar hij heeft een verleden in Hilversum, wat heb ik met jou daar. Jan Bokhoven, die ik heb leren kennen toen je actief was binnen het omroepbedrijf van de toenmalige NOS. Of hoe heette dat toen? Dat was het facilitair bedrijf van de omroep, NOS, facilitair bedrijf. Zat dat in de Amperestraat met die laboratoria? Nee, je had allerlei afdelingen in villa's en in oude scholen. Verstopt. Tot in Bussum aan toe. En uiteindelijk is het allemaal geconcentreerd in het nieuwe gebouw aan de, of het oude gebouw eigenlijk van Nivea. Op de Oude Amersfoortseweg. Oude Amersfoortseweg. Ja, van Beiersdorf was dat. Ja. En er zat een grote afdeling op het omroepkwartier zelf, waar je dus de camera's en de materialen nodig had om dienst te doen tijdens opname en dergelijke. Goed, dat was jouw tijd bij NOS. Toen ben je. Je bent uiteindelijk in Wouwbrugge terechtgekomen, maar wij zien jou nog heel vaak hier in Hilversum. Hè? Ja, want wij drinken wel eens een glaasje karnemelk met elkaar. Mm-hmm. En tot mijn ontzettend leuke verbazing, jaren geleden vertelde je dat je je tijd wilde gebruiken in een dilettante orkest, in de positieve zin van het woord, Bellitoni. Een ensemble wat zijn basis heeft in Amsterdam. En daar heb jij je gevoegd bij de contrabassectie. Hè? Zo is dat, net kunnen zien. Ja. Hoeveel jaar doe je dat nu? Ik doe het nu 15 jaar en het orkest bestaat 35 jaar. Ja, dat hebben we kunnen zien. Ja, jullie hebben waanzinnige projecten gedaan. Want laten we eerlijk zijn, veel amateursymfonieorkesten die doen de Kali van Bagdad en een Mozart-ouvertuurtje en allemaal leuke dingen. Ja. Maar jullie pakken dat veel steviger aan. Jullie hebben onlangs een van de grootste symfonische werken uit de muziekgeschiedenis gepakt. Mahler, Gustav Mahler. Die componist die ook regelmatig in Amsterdam bij Willem Engelberg de gast was. Ja. En hier op de Gooise Hei rondwandelde langs de Zuiderzee. Maar jullie hebben dat immense project met twee vrouwelijke solisten, met een groot koor en een orkest van 117 man. Hoe haal je ze bij elkaar? Ja, 10 contrabassen, zoals voorgeschreven door Gustav Mahler. Het staat hier allemaal. 10 stuks. Ja. En heel veel slagwerk. Heel veel slagwerk, dubbele aantallen pauken. En we hebben de Making of Mahler 2 hebben we op een DVD gezet. Dat is deze geworden. Dat is die DVD. En die heeft net zijn première beleefd, begin november. Ja, die hebben we 9 november gespeeld in bioscoop Pathé in Den Haag. Ja. Daar hadden we de orkestleden en hun genodigden en de oud-orkestleden. Meer dan 200 mensen. En die hebben genoten van eigenlijk de hele voorbereiding van dat grote gebeuren. En dat was met Jurjen Hempel, hè, de dirigent. Jurjen Hempel, die is nu 5 jaar is hij onze dirigent. Hadden jullie nou, want dat is zo spannend bij die tweede symfonie, je hebt op de gang van het concertgebouw, of welk gebouw het ook maar is, moeten twee fernorkesters staan, hè? Zeg ik dat goed? Ja. Ja. En dat zijn blazers. Die moeten dus vanuit de oneindige verte, moeten die tot de zaal doorklinken. Ja, zeker. En dat is jullie ook gelukt? Dat is gelukt, die staan boven op de gang, achter het orgel. En met behulp van een camera kunnen ze de dirigent zien. Op de DVD kun je dat ook gewaar worden. En dan spelen ze dus op de maat van de dirigent die voor het orkest staat. Met de camera en het scherm. Met een hulpdirigent die erbij staat. Dat moet toch heel spannend geweest zijn. We zullen straks, voor wie dat interessant vindt, het is altijd erg leuk om de making-of te zien, om een goed Nederlands begrip te gebruiken. Ja. Hoe zoiets ontstaat en hoe groepen in het orkest dat uiteindelijk allemaal het totaalproduct moeten maken. Je moet op elkaar vertrouwen. Dat is dus heel essentieel. Zo gauw een orkest gaat bewegen, weet je, dat gaat fout. Zo. Dit is veel beter, denk ik. Je loopt minder risico. En vanuit die kun je altijd zeggen, kunt u wat meer? Moet je altijd ja zeggen natuurlijk. Tuurlijk doe je meer. Is goed. Je moet je hoger pakken, ja. Die is te laag, die moet hoger. Die moet hem. Ja.
Misschien kun je hem ietsje lager nemen, een fractie lager, en jullie wat hoger, dan komt het goed. Ja, dat valt op. Zijn dit instrumenten die regelmatig bespeeld worden, deze piccolo's? Ja, zeer. Ja, ja. Ga godsnaam studeren op die dingen, ja? We denken van, als we hard spelen, dat het overkomt. Laat ik je dit vertellen, als het orkest zacht speelt, komt het veel verder dan dat je hard speelt. Hard blijft altijd hangen in het orkest. En de mensen die er zitten, die onderlijden, die lijden daar schade door. Het gehoor. Want je zit dus voor de houtblazers. Daar moet je zeer voorzichtig mee zijn. Snap je? Dat zijn hele subtiele mensen met subtiele oren. Ja. Meer passie, dames en heren. Het klinkt een beetje te calvinistisch op het moment. Cijfer 2, Oostenrijks. Tweede. Zijn niet samen op de tweede tel. Pam, pa, jam, die, pa, ja, pap, pap, pap. Ja. Pam, dit deel is natuurlijk altijd lastig. Ook voor professionals en voor amateurs. Het is een hele verfijnde muziek eigenlijk. En het is veel gemakkelijker om lekker met je krachten te kwakken in deel 1 en deel 5. Hoe kleiner, hoe meer het naar kamermuziek neigt. Hoe moeilijker het wordt en hoe meer je ook op je individuele kwaliteiten aangesproken wordt. Ja. Maar goed, we zijn alweer een stapje verder, want jullie werken nu aan het concert wat in, ik heb hier staan, de 26e november in de Geertekerk in Utrecht. Ja. En dan gaan jullie de smiddags, zondags 30 november, naar de beurs van Berlage. Ja. Ja, ja. En dat wordt met een programma waar ik even met de weg vol tanden zat. Want je vertelde me dat Paolo Giacometti, een Hilversummer, een pianist, die ook al eens eerder in dit programma is geweest, die speelt met jullie het vierde pianoconcert van Rachmaninoff. Ik kende het niet. Ik dacht dat Rachmaninoff nooit verder dan 3 was gekomen, maar ik blijk dat ik een cd van heb met Rachmaninoff zelf. Ja. En wat doe je nog meer die avond en die middag? We spelen de symfonische versie van Petrushka, van Stravinsky. En dat is een ontzettend leuk stuk. Als je op YouTube kun je verschillende balletuitvoeringen zien. Ja. En dan zie je dus dat het een vrolijk kwastenavondfeest op straat is in Rusland. Met allerlei groepen mensen die door elkaar lopen. En zo klinkt die muziek ook. Die muziek die heeft een heel vrolijk karakter. Ja. En ja, uiteindelijk Petrushka is een pop. Een ledenpop, Een ledenpop die in conflict komt met een Moor, die ook een danser is daar op straat. En uiteindelijk vindt die Moor het allemaal niet leuk meer en die slaat de pop dood. Kijk, punt. En dat is dan een heel dramatisch punt in de symfonische... Het symfonische gedicht, want dat is het eigenlijk. Want Stravinsky heeft er ook een suite uitgetrokken. En het nog eens een keer herbewerkt, dacht ik. Oh, ja. Maar jullie spelen de actuele versie van 1945. Ja, we spelen de actuele versie. Met ook de moeilijke ritmische opvattingen van Stravinsky. Ik wou maar zeggen, hoe tel je dat allemaal? Want er lopen verschillende ritmepatronen lopen door elkaar heen, door elkaar. Als het ware. Het is heel erg moeilijk. Gelukkig is onze dirigent ongelooflijk duidelijk en geduldig. En een slavendrijver? Zelfs dat niet. Hij blijft vriendelijk. En hij ziet kansen om al die amateurs, want we zijn uitsluitend amateur. Maar uit welke hoek komen die? Want als je de Mahler 2 speelt en Petrushka, ben je geen amateur natuurlijk. De mensen die in het orkest spelen, die hebben vroeger bijna allemaal in het Nederlands studentenorkest gespeeld. Ze hebben een jarenlange ervaring. Het zijn artsen... juristen, ingenieurs, accountants. En dan, volgende week hebben we het repetitieweekend ergens in het oosten van het land. Dan beginnen we zaterdagochtend om 10:00. We stoppen om 10:30.
En dan de laatste bassist gaat ongeveer om 2:30 naar bed, want het is altijd toch erg leuk aan de bar na afloop. Ja, want dat is binnen een orkest altijd heel leuk, hè? Het vrolijke volkje, zeggen ze, dat zit bij de contrabassen en bij de blazers. De koperblazers, daar is het altijd... De deugnieten zitten bij de blazers. Ja, de deugnieten zitten daar. Hè? Ja. Zeg maar, hoe komt in zo'n mix nou toch een erg spannend stuk uit de muziekgeschiedenis, hè? Isolde's Liebestod van Tristan en Isolde van Wagner. Hoe komt dat daar terecht? Nou, want de erotiek spat er vanaf, meneer Bokhoven. Jawel, daar ben ik mij van bewust. Oh, gelukkig. Maar het heeft iets te maken met de toonvorming. Stravinsky experimenteerde met tonen die heel dicht bij elkaar liggen. Ja. En Wagner in dit stuk ook. Ja, Wagner chromatiek, van Tristan en Isolde. Dus atonaal betekent dus alle tonen dezelfde afstand hebben. Ja. Het betekent niet dat het vals is, maar het betekent dus dat... dat je dus alle tonen op kleine afstand zet. En zo staat het ook in het stuk. En dat is wel eens moeilijk om te horen hoe dat moet klinken. Wat vindt nou, als je nou de roddel binnen het orkest hoort... wat vinden jullie van het komend concert met Paolo Giacometti nou het leukste? Het pianoconcert of Petrushka of Isolde's Liebestod? Is dat nou een gemeenschappelijke mening over het? De meningen lopen zeer uiteen. Er zijn mensen die met Stravinsky niet zoveel op hebben... Aan de andere kant, als je de akkoordvorming van Stravinsky hoort, die is zo prachtig en zo diep, dat is werkelijk schitterend. Bij Wagner heb je dat natuurlijk ook, maar ze staan tegenover elkaar. En Giacometti is een fantastische pianist en die speelt dat vierde pianoconcert van Rachmaninoff. Met zoveel kracht. Ja, het is een gek werk. Wat Jesse, wat Schumann, wat Grieg. Ja, zeker. En dat is, daarom is eigenlijk die muziek erg modern. Ja, het is ook een van zijn laatste werken. Nou ja, we hebben wat repetitiefragmenten. Ja. En daar gaan we even naar kijken. En toi 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 voor de komende uitvoering in de Geertekerk in Utrecht en in de Beurs van Berlage. We zetten op het scherm nog even jullie site. Ja. En wie er wil komen moet het zeker doen. Dat is een fantastische ervaring. Ja. Goed dat je er was. En vergeet je contrabas niet. Nee, dankjewel. Ik neem hem mee. Mooi zo. Links in het beeld, Job van Velsen, sinds een jaar zo'n beetje alweer hier in het Gooi, wonend in Laren. Maar we hebben elkaar in een ver verleden leren kennen bij de Vereniging van Platendetailisten. Ik meen me te herinneren dat je ook nog directeur van het NIMA bent geweest. Ja. Maar wat voor gedrevenheid moet een mens hebben om hier 2,5 kilo boek uit te brengen, zei de correspondentie tussen Clara Schumann, de weduwe van Robert Schumann en Johannes Brahms. Het ligt daar. Ik heb hem hier alleen maar uitgenodigd omdat ik het vierde deel nog van je te goed heb. Want ik moet het nu met die drie delen doen. Maar dat is natuurlijk... Hoeveel jaar ben je daarmee bezig geweest? In totaal, Tjaco, 6 jaar. Nou, moet je nagaan. En de twee banden van deel 4 die bij jou dus nog ontbreken... Ja. Zijn onderweg, en completeren de stapel. Ja. Maar je hebt dit voltooid. Dat moet dus dat is jouw magnum opus. Dat kan niet anders. Zoveel werk en zoveel vertalen. Ja, de foto's ook. Daar heb je natuurlijk ook gigantisch veel nieuwe dingen in gevonden die ik ook allemaal niet herkende. Ja. Ja. Maar nu wordt het steeds spannender, want je hebt me een aantal dingen laten zien dat je hier in het Gooi cursussen hebt ontwikkeld.
muziekliefde voor kinderen, muziekliefde of althans muziekkennis in het algemeen. Maar wat nu zeer actueel is, dat je hebt een 2 dagen of 2 avonden cursus ontwikkeld voor muziek rond de kerst. Ja, Kerstmis in de klassieke muziek. Natuurlijk een actueel thema, zoals je zelf al aangeeft. En als je dan zo'n zoektocht onderneemt en daarbij natuurlijk gebruik maakt van je eigen collectie cd's, langspeelplaten, maar ook daarbij af en toe naar YouTube gaat, dan vind je een hele grote verscheidenheid aan kerstmuziek. Tuurlijk. Ik heb een lijstje gemaakt van een aantal componisten die, ondanks dat ik dus redelijk lang al geïnteresseerd ben in de klassieke muziek, voor mij nog volstrekt onbekende namen waren. En de oudste voor mij onbekende naam, Lionel Power, 14e eeuw. Maar hoe oud is kerstmuziek eigenlijk? Hoe ver gaat dat terug? Dat gaat terug tot de 9e eeuw. Ja, in de 9e eeuw is een Arabisch-Byzantijnse melodie of een tekst op muziek gezet. Daar zijn perkamentrollen van gevonden. Dat gaat niet alleen over het kerstverhaal, maar dat brengt het leven van Christus in zijn volle omvang in beeld. Maar dat begint dan met een tekst uit de 4e eeuw na Christus, die op rollen gevonden is, papyrusrollen. En die tekst is dan 5 eeuwen later voor het eerst boven water vertoond. Gekomen, ja. Ja, maar ook vertoond. Want ik denk ook wel zo dat natuurlijk de kerk is sowieso een belangrijke opdrachtgever geweest voor veel componisten. Ja. Anders hadden ze misschien wel veel meer wereldse werken geschreven. Maar de kerk die was natuurlijk wat dat betreft oppermachtig. En had ook Will Haydn bijvoorbeeld, die is dat ontsnapt. Hè? Die zat bij de Esterhazy's op de loonlijst. Ja. Anders had hij misschien nog veel meer religieuze muziek geschreven. Ja, maar het is wel opvallend dat met name Joseph Haydn weinig kerstmuziek, tot bijna geen kerstmuziek geschreven heeft. Ja. Michael Haydn daarentegen wel. Dat was zijn zoon of zijn broer of zijn neef, dat weet ik eigenlijk niet. Ik dacht dat het zijn neef was. Ja. Ook in het kader van mijn colleges Kerstmis in de klassieke muziek laat ik dan ook een fragment van Haydn horen. En zelfs ook in die tijd, net daaraan voorafgaande, zijn er Sloveense en Tsjechische totaal onbekende componisten die, ja, de een na de ander schitterende kerstmuziek geschreven heeft. Zowel instrumentaal als vocaal. Maar wat kun je nou mensen in, dat zijn 2 avonden geloof ik. Zijn 2 middagen of 2 avonden. 2 avonden. En dat doe je in Laren, je doet het in Huizen, in Baren. En notabene hier in Hilversum in de lege bovenzaal van Café Dudok. Hè? Ja. Vlak bij het station. Ja. Maar wat kun je, wil je mensen nou veel muziek laten horen? Of wil je een lijn uitzetten? Nee, ik wil mensen veel en met name veel verschillende muziek rond het thema Kerstmis laten horen. Dus niet alleen de geboorte van Christus, maar vanaf het eerste bezoek van de aartsengel Gabriel, met de Heilige Geest het bezoek brengt aan Maria, tot aan de aanbidding door de herders en de 3 koningen toe. Dus die muziek symboliseert dan ook dat de hele kersttijd, als het ware, tot, laten we zeggen, 6 januari. Ja. Maar bijvoorbeeld dingen zoals het kerstconcert van Corelli, ik noem maar wat. Hè, wat dus, zit er wel in. Musica per la notte di Natale. Ja. Maar dat zit er ook bij. Ja, het zit er allemaal in. Ik neem aan dat zijn dan de bekende componisten. Ja, en daardoorheen allerlei onbekende. Banksy heb je en dat soort namen natuurlijk. Hè. Ja. Maar dat zijn natuurlijk vaak kerstwerken die er met de haren bijgesleept zijn, neem ik aan. Nee, dat kun je niet zeggen. Tot zelfs in de 20e, 21e eeuw houden componisten zich bezig met heel duidelijk in de sfeer van Kerstmis. Frank Martin bijvoorbeeld met zijn die in Nederland woonde. Ja, die een lange tijd in Naarden gewoond heeft. En zelfs een Romeinse priester, Marco Frisina, 1954 geboren, dus 60 jaar oud. Jan Sandström, die de oorspronkelijke eerste melodie van Michael Praetorius, Essie Stijn Roos en Sprongen, toonzet voor dubbel koor, 6-stemmig. Fantastisch. Oh, je hebt in Engeland natuurlijk die hele beroemde John Rutter. Hè? Die, ja, Taverner. En John Taverner natuurlijk. Ja. Maar die houden zich toch aan de religiositeit. Hè? Die hebben dat kerstmis niet losgeweekt van de geboorte van Christus. Hè? Maar zijn er nou ook composities die eigenlijk dat hebben willen losweken van de kerk? Of? Oh, zeer zeker. Als je de Weihnachtsmuziek van Arnold Schönberg hoort, ja,
dat staat echt helemaal bij de kerk vandaan. En het is ook mooi om te zien dat dat YouTube-fragment, kleine 5 minuten, ook biografisch iets zegt over Arnold Schönberg. De moeilijke tijd die hij in Europa kende en daarna de overstap gemaakt heeft naar Amerika. Naar Los Angeles, hè? Ja. Naar Hollywood. En vanuit zijn kerstbeleving daar, zowel hier in Europa als aan de andere kant van de plas, schrijft hij muziek waarvan de hele sfeer past in de kersttijd. Hij schrijft daar ook over in de brieven die in dat YouTube-fragment voorbij komen. En wat doe je met Onderger? Want die heeft ook nog een kantate geschreven voor de kerstmis. Ook die zit erin. Noël-kantate van Arthur Onderger zit erin. Dus de mensen... Olivier Messiaen zit er ook. Ja. Goh, ja. Ja. Nee, het is niet om aan te slepen. Dus je zult ze ook nog moeten beperken in die twee avonden. Moeten doen, ja. Want je kunt mensen toch niet langer dan 3 uur uitroken op een avond met kerstmuziek. Het is een lange zit, maar ik mag hier al zeggen, de moeite waard. Je vindt het leuk om te doen, absoluut. Hè? Want dat moet je natuurlijk. Het is ook een vak apart om het allemaal bij elkaar te vegen. Want ik begrijp dus, je doet het 5 keer, ook nog een keer in Amsterdam. Ja. Nou, het kost toch een hoop voorbereiding om dat voor elkaar te krijgen. Zeer zeker. Maar zelfs die voorbereidingstijd is meer, de moeite dan, waard. Meer dan de moeite waard. Ja, ik herhaal gewoon eventjes. Ik heb gezien dat in Hilversum is het op 15 en op 22 december. Ja. En in Baren, in het Witte Kerkje, waar heel veel concerten zijn, op 11 en 17 december. En dan in Huizen, in de Nieuwe Kerken, 10 en 19 december. Ja. En in Laren op 1 en 8 december. Dus Laren, dat is de openbreker, want daar woon je ook. Hè? Daar woon ik ook. En dat, dat doe je in je eigen atelier en werkruimte? In mijn eigen werkruimte, waar ik plaats kan bieden aan 10, 12 mensen. Worden de groepen groter, dan ben ik meer dan van harte welkom in het Brinkhuis aan de overkant. Ja, dat loopt heel erg goed. Hè? Ja. Ik kan je maar 1 advies geven. Zet een comfortabele fortuin neer voor mij. Dan kom ik de aftrap meemaken. Want ik ben heel benieuwd hoe je het doet. En dan wil ik ook weer wat meer weten hoe je het voor kinderen gaat overbrengen. Want dat is nu ook zeer klassieke actueel muziek voor nu, kinderen, met Maestro. Laat staan, jouw algemene cursus. Hè? Gewoon een wandeling door de muziekgeschiedenis heen. Ja. Nou, goed dat je het was. Veel succes met de kerstmuziek. En een goede kersttijd toegewenst. You're most welcome. Dat was dan de 13e uitzending in het 3e seizoen van de Tafel van. En dat doen we vanuit de filmzaal van het vernieuwde Gooiland. Dit programma wordt vandaag ieder uur herhaald. En we zien u heel graag terug over 2 weken. En dan hebben we nota bene, hebben we Frommerman, het vocale ensemble. En die daverend worden voorafgegaan door Willem van Kooten en Jan van Veen van Candlelight, die hun licht laten schijnen over de muziekwereld in het algemeen en Radio Noordzee International in het bijzonder. Tot dan!